welkom in deze nieuwe video van Polestar. Vandaag gaan we weer eens fietsen. Maar niet zomaar fietsen, we gaan richting de mama. Dus we zijn nu in die richting aan het uitfietsen. Dus we zijn eens benieuwd. Ik ben al om eten gegaan, want dat wil ik eerst doen. Slechtig eten had en zo'n ding allemaal vind ik wel belangrijk. Eten gaat vol natuurlijk. Dus ik hoop dat het weer een beetje meevalt, want gisteren hebben jullie kunnen zien dat het wel zo rustig aan het reden was en dat was niet zo leuk eigenlijk, ook niet om buiten eigenlijk te vloggen, want de camera werd heel nat en vooral de wind, voor de wind, zijn hoesje werd, die wat bekeerst nog moeten laten drogen, voordat die weer kon gebruikt worden en erop te kunnen zetten, want die was keinat, dus dat was nogal wat. Plassen zijn er ook. We hebben wel geen bloemetje bij of zo, maar dat vind ik niet zo belangrijk. Bloemetje of zo. Allee, ik vind gewoon dat het gebaar telt. Eigenlijk. Ook. Nu rijden we dan. Dus je ziet het goed. We moeten rijden. We moeten nu de tunnel door. Dus, dat is de eerste keer dat ik een bus zie passeren op alle tijd. Vorige keer zag ik helemaal geen bus. Zo. Ik kan ook zeggen dat ik naar het kerkhof nog naar de lijst ga ofzo. Ja, naar de winkel. Dat het de lijst is, dat weet ik. Niet te druppelen, mensen. Te regenen. We zijn onder de brug. Dus hier rijden we dan. Weer in de regen. Dus we zijn weer gejost. Het is weer aan het regenen. Weer een keer. Deze keer heb ik gejast. Hier heb je waar de koeien staan. De koeien staan van achteren. Zon en regen, dus misschien is het.
dag zo'n regenboog. We wait, hè? Dat zou wel cool zijn. Misschien moet ook een regenboog zijn. Dan is het helemaal. Perfect. Wat je ziet, de zon schijnt hier en het regent. Dus meestal verschijnt er dan ergens een regenboog, hè? Ik krijg een regenboog. Dat is toch altijd als er regen en zon is, dan is er een regenboog, maar dat moet wel niet. Dat is niet. Komt u wel. Het is wel een heel drukke baan. Ik kom hier helemaal vandaag. We moeten nu hier over zien te raken. Het is groen. Zo. Ik zal nu de weg eens laten zien, wacht hè. Dat is weg. We moeten afleggen nog. Nu terug. We zijn er. Dus wacht, er is een auto. Ik kan nog niet onder een auto liggen. Ik kan hier meteen liggen dan als ik omver gereden word, maar het is op dezelfde plaats. Dat ik zou komen te liggen dan. Ons moeten bezoeken. We zijn nu op het kerkhof en we zijn nu bij opa en oma. Ik zie dat ze nieuwe bloemen hebben gekregen, dat was super. En straks ook allemaal mam. Dus
Dus het is wel geweldig. Dan gaan we nu door naar de volgende. Deze ding van Enzo ligt nog thuis, maar ik zal die de volgende keer wel komen brengen. En ze zelf tegen een jaar gemaakt, gekleurd. Dus daarom. Dus de hele dag was de hele tijd al geregend. Gisteren ook eens dat we gingen wandelen. Ik ben wel blij dat je zo van die mooie bloemetjes hebt gekregen. Super tof. Mijn bloemetjes komen binnenkort. Ik moet ze nog aanvragen. Maar ik zie je graag. Het is wel moeilijk zonder u, maar ik ben wel blij dat jij dat je ooit al gevraagd hebt. Ze betekent nog wel een beetje een mama, maar ook weer niet. Dus dat maakt het soms wel moeilijk. De hemel helpt mee. Vond je dit een leuke video? Zet zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.